buren van hun zijn architecten en zo. Ja, architecten. Goedemiddag. Open. Hij is open. Hij is open. Daarom zijn wij hier, eigenlijk zouden we bijeenkomen, maar we hebben bedacht met heel velen dat het toch veel belangrijker was om vooral ook aan jou, aan u hier vandaag aandacht te besteden. En ik vind het ook fantastisch dat mijn voorganger hier is, want daar heeft u ongelooflijk veel mee te maken gehad. U bent ongeveer 2008 een aantal functies teruggetreden. Maar met hem heeft u eigenlijk een hele geschiedenis. In de juiste zin van het woord, zal ik maar zeggen. En daar weer gedoe over. Hoe zit dat? Dat hoor ik nou. Nou, ik vind het. Maar ik wil even iets. En ik vind het altijd belangrijk om dat precies te doen. Daarom heb ik het ook opgeschreven. Kijk, het is geloof ik een busrit geweest, nu een fix aantal jaren terug. Ja, als u zo doorgaat, dan dat doe ik alleen in het slot. Jokie, moet je mond houden. Nou, dat is weer 15 jaar geleden. Ja, nou goed, hoe dan ook, de busrit naar Rotterdam. Want daar was het verhaal, kwam tot Den Haag. Dat ging toen nog iets minder makkelijk dan nu. Dat daar een geweldig speeluitleenproject was ontwikkeld. Als wij dan zo'n Haags project hebben, wat we wel een beetje pikken uit Rotterdam, maar dan willen we het wel een typisch Haagse naam geven, de Haagse Hopjes. Het verhaal is dat in de bus is bedacht en ik neem maar aan dat weet zij dat alles ook van. Zo is. Klopt dat? Ja, precies. En een jaar later wordt dan ook het eerste Haagse hopje geopend. En we hebben nu zelfs de Hopmobiel. En ik geloof dat iedereen, waar je ook komt in de stad, waar de Haagse hopjes staan, en we hebben er gelukkig nu een hoop, dat iedereen daar buitengemeen enthousiast over is. Dus als die hele groep van toen, die Rotterdamse club, niet toen naar Rotterdam was gegaan, daarmee was begonnen, dan hadden we nu niet de Hopmobiel, de Haagse Hopjes en al die duizenden kinderen die daar plezier van hebben. En ik wil, u bent daarbij, we hebben voor al uw werk geëerd met de stadsplanning, maar dat was toen ook meer in het bijzonder
voor uw werkzaamheden voor DDV, het toneelgezelschap, waar u ook uiteindelijk als regisseur vooral nauw bij betrokken bent. Wij dankbaar zijn, maar ook de Nederlandse samenleving wil dat vandaag in uw richting uitdrukken. En daarom is het mij echt een geweldige eer, ook open genoegen moet ik u zeggen, dat ik nu kan zeggen dat het Haar Majesteit heeft behaagd om u, Johanna Antonia van den Bogen, vanwege uw vele verdiensten gedurende meer dan 30 jaar als vrijwilligster bij het buurtwerk van Slauwkwartier, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik mag die onderscheiding in uw opschouwen. Ontwerpwijkpark zouden komen kijken. En dat gebeurt heel vaak. Ik ontvang heel veel mensen en dan leg ik alles uit over de nieuwbouw. Ja, dit had ik toch echt niet verwacht. Dus ik loop met Chris hier naartoe, rustig lopen. Chris, ik ben hartpatiënt. En joh, er hangen slingers. Nou, ik wist het natuurlijk echt niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het best wel een keer gehoopt. Zoveel jaar dat. En allemaal terwijl ik eigenlijk wel tijd had, maar dat kwam omdat ik ziek was. Hartpatiënt, reuma en alles. En dat is dan toch een teken als je ziek bent, dat je ook ontzettend veel kan doen voor je wijk. En ik ben er ook blij. Ik heb voor €10.000 de hoekjes even opengehouden afgelopen zomer. Maar dat zit dadelijk op mijn balans van tekort. Dat zeggen ze altijd, ik neem het mee. Wilt u dat alsjeblieft meenemen? Ja. Had ook tijd. Kees ook iemand van de eerste. Kees de Gussenklo ook iemand van de eerste uur. Nou, nu mag ik gewoon iedereen heel hartelijk bedanken. En ik ben echt helemaal onder de indruk. Ja,
dus geniet daarvan. Even een vriendje. Leuk. Kijk eens. Dat is lief. Ja, heel erg lief. Ja. Lief.